Dit is de Unive Slag om Noord-East Friesland. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij, dan moeten we even de drakenboten even in beeld nemen. Die lezen je naast. Er komen twee teams in te zitten. En die teams zitten net in dezelfde richting, wat normaal is. Maar ze zitten tegenover elkaar. Twee teams van 6 personen. En het ene team wil die kant op, het andere team wil de andere kant op. Ze willen allebei er vooruit. In het midden van het boord hangt een touw. En dat touw, dat is eigenlijk de grens waar dat hele team, 6 man, onder de trom had. Hartelijk welkom op deze donderdagavond 6 september. De officiële start van de 8e editie van de Admiraliteitsdagenbokken. De editie van 2018 in de start weer hier voor het tweede maal in successie. Hier rondom het plein met dat touwtrekken in een boot. Hier van het brandweer laat het water rustig in het plein diepen. Maar goed, de mannen zijn gewend om af en toe even nat te worden natuurlijk. Wat ben je in West? Op Hechterstage. Hechterstage, ja. Een tour in het park? Nee, we zijn in op het park van Raadplan met een fout geweest. Heeft genoeg? Heel leuk. Dus we doen er helemaal voor. Maar wisten ze toen al dat het roeien is? Daar hadden we net over. Laten de dames uit de dorpen Raadplan met een fout gemist op zich zitten. Geven ze de dames van de dag geen ruimte. Wat gaat er gebeuren? Nog hoeveel seconden? 15. En ze zijn winnaar! Winnaars van de Unive Slag om Noord-East Friesland 2018. De dames van de driedaagse praktijk Tokkum en Opstreken. En allemaal met jou. Ze mogen weer gaan roeien, ze hadden middagje sloep varen, maar wel volledig voorzien van een hapje en een drankje. Waar even op de foto. En dan zien we nog één keer uw applaus voor de topmeisjes Winnaars 2018. Dan naar de heren. Ze wonnen in 2017 de allereerste editie van deze waanzinnige wedstrijd hier op het Klein Diep. Maar ook in 2018 waren ze de koploper. We gaan ze een waanzinnig applaus geven. De mannen uit Valtgem, Raad en Boerwerd.